Ja, we zijn hier op het politiebureau in Almelo. En ik ben digitaal wijkagent van het basisteam Twente Noord. Dus dat moet je zien als Almelo, Twenterand, Vromshoop, Frieseveen. Dat is het hele gebied dat valt onder basisteam Twente Noord. Met Almelo als hoofdlocatie. We zijn sinds 15 januari twee projecten gestart. Beeldbellen. Dus dat betekent dat als jij de politie belt en je bent slachtoffer geworden van een delict, dan kunnen wij via beeldbellen de aangifte opnemen. Dus dat betekent dat je via een Teams contact met een collega in gesprek bent en dat de collega de aangifte opmaakt. Het zijn eigenlijk twee verschillende projecten, maar eigenlijk doet het hetzelfde, is dat wij eigenlijk twee manieren extra bieden aan de burger om een aangifte op te nemen. De digitale meldkamer is een project wat echt bedoeld is voor digitale feiten. En dat betekent dat wij bij mensen thuis gaan komen om die aangifte op te nemen. Kijk, er zijn natuurlijk delicten waarvan de impact veel te groot is. Als jij slachtoffer bent van een woninginbraak, een hele ernstige mishandeling, echt van die zware feiten, dan gaan we niet via beeldbellen contact leggen. Dat is daar gewoon niet geschikt voor. Dan willen we graag persoonlijk met je in gesprek. Desondanks komen we langs. Of je bent gewoon nog steeds welkom natuurlijk op een politiebureau, dat kan natuurlijk nog steeds. Dus er zijn natuurlijk hele zware feiten waar we gewoon persoonlijk met je, waar we het liefst persoonlijk met mensen in gesprek gaan. Binnen Oost-Nederland hebben we ongeveer 125 meldingen gehad sinds 15 januari. Waarbij we dus collega's aangestuurd worden en bij mensen thuis die aangifte gaan opnemen. En we merken nu al dat dat gewoon heel erg gewaardeerd wordt. Mensen zijn erg onder de indruk natuurlijk van het delict waarvan ze slachtoffer zijn geworden. Ze hebben vaak lange gesprekken gehad met oplichters. Zijn erg onder de indruk en ja, die willen gewoon even een vertrouwd gezicht te plaatsen hebben. Die ze gewoon even gaat helpen met het zaken regelen en ook met die aangifte opnemen. Tot een paar jaar geleden waren we natuurlijk als politie vooral druk met de traditionele feiten. En dat zijn we natuurlijk nog steeds. Hè. Er blijven nog steeds allerlei feiten gebeuren. Overvallen, inbraken, dat soort feiten blijft natuurlijk ook. Dat zien we natuurlijk wel steeds minder worden. En we zien steeds meer die verschuiving naar die digitale delicten. Dus de crimineel die is verschoven naar de digitale wereld. En wij als politie moeten natuurlijk mee. Op de basisteams betekent dat we collega's steeds meer gaan opleiden om vooral digitaal vaardig te zijn. Om een aangifte op te nemen, maar ook meldingen. Kijk, als je bij mensen thuis komt en die burger begint te vertellen wat er hem of haar overkomen is. Ja, dan moet je als collega wel snappen wat er aan de hand is. Dan moet je wel een beetje beeld hebben hoe die feiten eruit zien. Dus daar zit natuurlijk een ontwikkeling in waar we steeds meer naartoe gaan. Daar is onder andere die digitale meldkamer dus eigenlijk ook een project daarvan. Om ook richting de collega's wat te doen. Te zorgen dat ze bij die delicten beter gaan optreden. Mooi voorbeeld, vorig jaar hebben we hier in Almelo een succes gehad. Waarbij een meneer die werd thuis gebeld door inderdaad een ING-medewerker die aangaf van je wordt opgelicht. Die meneer die had eerst gevoeld dat het allemaal klopte, die ging daarin mee. Tot hij op een gegeven moment in de gaten kreeg van dat is toch raar, want ze vragen om mijn pincode. En mij is altijd verteld, voornamelijk de voorlichting, dat moet ik niet doen. En die heeft ons gebeld. En wij zijn ter plaatse gekomen bij die meneer. We hebben in de woning gezeten, in burgeruniform, onopvallend natuurlijk. Want die criminelen gaven aan dat ze aan de deur zouden komen bij die meneer om zijn bankpas op te halen. Om daarmee dus vervolgens zijn rekening leeg te halen. Dus wij hebben in die woning gezeten bij die beste meneer. En s'avonds om 10 uur ging de deurbel met dus inderdaad de nep ING-medewerker die daar stond om zijn bankpas in ontvangst te nemen. Nou ja, het was voor ons een koud kunstje om erachteraan te rennen en die vet naar de grond te werken en in de boeien te slaan. Met een mooi vervolg dat hij naar richting een auto rende waar nog 3 gasten in zaten die op dat moment net wegreden. Nou, gelukkig konden we die ook laten stoppen en hadden we in totaal 4 verdachten voor deze bankhelpfraude. En dat soort successen willen we natuurlijk veel meer. En dat heeft echt wel belangrijk is dus dat die burger een melding maakt bij ons op het moment dat hij het gevoel heeft dit klopt niet. En belangrijk is dus dat wij als politie dus bij die mensen thuis gaan komen om te zorgen dat we snel en adequaat reageren.